Of zijn jullie niet met de lift gekomen? Ja, jawel, ik wel, maar Rietje heeft een zekere mate van, ja, zeg maar, eindtevrees. Hoe heet dat nou ook alweer? Claustrofobie. Juist, claustrofobie. Dank je, Eddie, dat je weer bij de les bent. Vertel je mevrouw van Geelkerk maar precies wat hier aan de hand is. Hoe bedoel je? Van je seksuele geaardheid en de perverse neigingen die daaruit voortkomen. Hoe bedoel je, daar is verdomme niks van waar? Oh, nou is het plotseling weer niet waar. U ziet het, mevrouw van Geelkerk, onze zoon, die zit echt in de ontkenningsfase. Het is de schaamte, de verschrikkelijke schaamte. Oh. Beschaamd is de mens, maar niet voor God. Nou, dat is toch fantastisch. Horen jullie dat? Hoe weet u dat eigenlijk? Dat zegt de Heilige Schrift wanneer de Heer zeide, wie mij aanhoort, schaamt zich niet. Nee, de Bijbel is inderdaad nog een schaamteloos boek. Daar kan onze kleine Eddie nog een puntje aan zuigen. Daar waar u van spreekt, komt niet in de Bijbel voor. Nou, dat moet u niet te snel zeggen. De Bijbel staat vol homo's. Het Oude en zeker ook het Nieuwe Testament. Die apostelen was toch een grote homofiele bende die Judas uiteindelijk verraden heeft. En niet omdat Judas zo'n slechte inborst had, maar omdat hij het niet meer uithield iedere dag opnieuw weer door die hele bende genaaid te worden. Snapt u dat? Hij werd volledig uitgewoond. Compleet geperforeerd. Want hoeveel van die kerels waren dat er wel niet? 11. Alleen Jezus hield zich afzijdig. Dat moet gezegd. En uitgerekend Jezus, of misschien wel juist omdat Jezus geen belangstelling toonde voor Judas, heeft deze Judas hem verraden. Houdt u er zulke fantasieën op na? Nee, dat zijn geen fantasieën, Riet. Dat is harde realiteit. Ik begrijp het. En uw zoon? Die zit daar middenin. Hij is de Judas! Zo gezegd. En we hebben hem ertussen uitgerukt om eens even redelijk met hem te praten. En toevallig stond u voor de deur. Oh, wat u toeval noemt is de wil van God. Ja, daar was ik er bang voor. Maar ik ga me tegen God vanavond niet verzetten. Een stukje religie op zijn tijd is lang niet slecht voor de spijtvertering. En voor Eddie zou u niet iets voor hem kunnen doen? Indien Eddie dakloos zou zijn, biedt het leger hem onderdak. Nou, dat is toch een fantastisch aanbod, Eddie. Tante Riet gaat jou redden. En dan moet je God maar een poos op de kop toenemen! Draaf niet te hard door. Want ik zit in mijn eigen flat en daarin mocht ik te draven zo hard als ik te draven wens. Ieders aanwezigheid wordt op prijs gesteld, maar niemand is verplicht langer te blijven dan een vrije wildgebied. Ga jij eens koffie zetten, Edda? Hè? Koffie? Waarom? Omdat het een goede Hollandse gewoonte is om koffie te zetten als we gasten hebben, dan wordt het misschien nog gezellig. Ik laat mij niet commanderen. Nee, je had ook zelf op het idee kunnen komen, had je het jezelf kunnen ontdragen. Maar de gasten hebben helemaal geen... Maar de gasten hebben recht om koffie af te laten zien en hebben of niet. Mevrouw van Geelkerk, mevrouw van Geelkerk, u blieft toch wel een kopje medemenselijkheid? Ik wil niet onbeleefd zijn. Je hoort het, Edda. De koffie wordt dringend gemaakt. Eddie, help jij mij een handje? Ja, doe nou maar, knul. De moeder kan wel een handje gebruiken.